Er was eens een jongen, die heette Rens van Eyck. Hij was, ik denk, een jaar of 6, 7. Hij had één grote droom. Hij wilde namelijk Formule 1 coureur worden. Heb ik de leeftijd goed, Rens? Ik denk nog wel eerder, Nick. Nog eerder? Goedenavond. Nog eerder. Hoezo nog eerder, Rens? Nou, ja, Formule 1 zit er al van kleins af aan echt in. Vanaf zo gauw als ik weet dat ik iets van televisie zie, is dat ik Formule 1 aan het kijken was. Zij het op een heel klein zwart-wit televisietje vroeger nog. Ja. Maar waarom ben je geen Formule 1 coureur geworden dan, Rens? Had je talent niet? Ja, niet. Dat is maar voor heel weinig mensen op de wereld weggelegd, hè. Ja, wat moet je dan doen? Daar geld hebben ook. Geld hebben? Oh, als je veel geld hebt, dan kan een Formule 1 coureur worden. Het talent is zeker niet alleen alles. Er moet ook geïnvesteerd worden in het begin. En het begint bij die jongens met karten. Ja, maar karten, hè? Karten, dat kost al handenvol mijn geld. Ja, en heb jij daar vroeger dan veel gedaan, gekart? Ja, uiteraard karten zoals de meeste mensen in een kartbaan. Mm-hmm. Maar niet fanatiek karten in die zin van een eigen kart hebben en ieder weekend naar het circuit. Is er een Helmond? Helaas niet. Er is in Helmond geen kartbaan, hè? Dat was er vroeger wel. Wij hebben, denk ik, 2 of 3 jaar hebben wij een kartbaan gehad in Helmond en dat is failliet gegaan. Oké. Dan had je natuurlijk ook een kartclub. Ja, dat had je inderdaad. Want dan wordt het een stuk makkelijker, lijkt mij. Nou ja, heel grappig, Nick, wat ik daar deed. Want ik kwam daar inderdaad heel vaak in het weekend. Maar jij zat daar. Ik had een afstand bestuurbare auto. Op en in het weekend mochten wij van de kartbaan, mochten wij daar op het terrein. Dan mochten wij daar met die afstand bestuurbare auto's. Maar dan snap ik ook waarom jij geen Formule 1 coureur bent geworden. Jij bent niet in die wagen gestapt. Ik had niet meer geld dan een afstand bestuurbare auto. Oké. Hey Rens, over Formule 1, want er zijn natuurlijk heel veel Helmonders die Formule 1 heel graag willen horen en zien. En alles willen weten over de Formule 1. Ja, en ik hoorde inderdaad ook dat Max inmiddels de best betaalde Nederlandse sporter is. Max is inmiddels de Nederlands best betaalde sporter. Ja, heeft hij de maximale eruit gehaald. Hey Rens, als we gaan kijken naar de afgelopen wedstrijden. Wat is jou dan het meest bijgebleven? Hoe mooi en consequent Max zijn rondes kan rijden. Oké. Je ziet bij heel veel van die jongens zie je dat ze een paar hele snelle rondes neer kunnen zetten en dan een beetje inkakken en wat foutjes gaan maken. Maar Max blijft gewoon heel mooi, consequent, hele consequente rondetijden rijden. En dat heeft hem nou te danken dat hij nou een derde plek tot nog toe in het klassement heeft. Zo. Ja, en dat is niet niks. Voor hem staat op dit moment een 5-voudig wereldkampioen en een 4-voudig wereldkampioen. En dan staat Max. Mm-hmm. Zo. Ja, het is een mooi rijtje. Daar past hij ook wel in, denk ik. Hey, ik wil toch nog even terug naar die kartclub in Helmond. Zou het iets voor jou zijn om die terug te halen in Helmond? Ja, dat zou uiteraard heel mooi zijn, Nick, maar... Ja, maar wat? Als het haalbaar is, kijk, het is destijds niet zomaar failliet gegaan, hè. Ik weet nog wel een terrein wat braak ligt. Tenminste... Ja, dat staat er nog steeds met het circuit, hè. Kijk. Als je op het industrieterrein in Helmond, bij Pieter Keizer, daar schuin tegenover, daar ligt een pand. Daar hebben ze speciaal destijds neergezet. Daar ligt een hele kartbaan binnen. Zo. Of hier tegenwoordig nog steeds binnenin ligt, dat weet ik niet. Maar het pand is te herkennen aan de zwart-wit geblokte vlak.